Ik sta hier bij de bouw van het nieuwe Naturalis. Hier komt kennisinstituut, museum en collectie onder één dak. Mijn naam is Corine en ik neem jullie mee voor een kijkje achter de schermen. Gaan jullie mee? Eind augustus opent ons nieuwe museum. En we hebben de afgelopen tijd niet alleen gewerkt aan nieuwe tentoonstellingszalen, maar we hebben ook gebouwd aan een nieuw depot voor onze 42 miljoen natuurhistorische objecten. Achter mij zie je een klein stukje van de toren. Daar liggen onze schatten opgeslagen. En vandaag gaan we daar naar binnen. Ga je mee? Ik ga op zoek naar Jeroen Snijders. Hij is directeur collectie van Naturalis. Ja, deze toren, Corine. 8000 vierkante meter aan collectie. 17 miljoen objecten, maar werd veel te klein. Dus we hadden overal in Leiden hadden we collecties staan. En dat betekende dat alles goed ondergebracht was, maar dat er heel veel gefietst moest worden. En we hebben eigenlijk 3 kleine torens erbij gebouwd. Dus weer 8000 vierkante meter bijgekomen. We hebben nu plek voor 42 miljoen objecten. En die staan nu allemaal bij elkaar in één gebouw. Ik kan me voorstellen als je hier voor het eerst komt en je kijkt naar al die dozen, al die objecten, dat je denkt, waarom zoveel? Wat we hier proberen op te bouwen, dat is een gigantische catalogus van heel het leven op aarde. En dan volstaat het niet om één object van één soort te hebben. Dan moet je wat weten over de verspreiding, over hoe soorten zich ontwikkelen. Dat betekent dat je heel veel objecten moet verzamelen. Maar als we die hebben, dan kunnen we echt onderzoek doen. Kunnen we kijken van hoe de biodiversiteit zich op aarde ontwikkelt. En dat is van belang voor het voortbestaan van het leven op aarde. We hebben onze collectie voor het overgrote deel gedigitaliseerd. Zelfs 11 miljoen objecten op heel groot detailniveau. En dat betekent dat je overal ter wereld kun je die collectie raadplegen. Met computers kun je alle informatie die wij in de collectie hebben tevoorschijn toveren. Was het niet ontzettend lastig om te bouwen terwijl er zo'n waardevolle collectie gewoon hier ligt? We hebben moeten boren in plaats van heien om te voorkomen dat de collectie zou gaan trillen, want het is heel kwetsbaar, dus iedere trilling wil je voorkomen. We hebben het echt stofdicht moeten afsluiten, zodat er geen stof vanuit de bouw het depot in kwam. En natuurlijk willen we niet dat er allerlei mensen van de bouw in de depots kunnen. Dus we hebben ook van alles moeten doen om mensen te weren van de depots. Ongelooflijk wat een dozen bij elkaar, hè? Ja, dit is een van de nieuwe depots. Hier is heel hard aan gewerkt. Totaal zijn het 160.000 dozen botanie. En die zijn niet zomaar hier naartoe gekomen. Er zitten 6 miljoen bladen in die allemaal doorgevroren moeten worden om te ontsmetten. En we hebben het niet alleen maar hier neergezet, we hebben het ook nog eens geherschikt. Zodat we het veel beter bij elkaar hebben staan. Wij vonden het belangrijk om tijdens onze sluiting de collectie te laten zien aan ons publiek. En daarom hebben we onze prachtige objecten gefotografeerd, van informatie voorzien en hier een website van gemaakt. Topstukken website. En de foto's die hebben we ook gebruikt voor op Instagram. Slechts een klein deel van onze omvangrijke collectie, zo'n 3200 objecten, kan je straks zien in ons nieuwe museum. Van de kleinste lieve heersbeestjes tot aan Stier Herman, maar natuurlijk ook onze T-Rex Trix. Ben je nieuwsgierig? Kom dan vooral vanaf 31 augustus naar ons nieuwe museum. In de volgende vlog vertel ik jullie meer over de architectuur van dit gebouw. Tot dan!